RTV Arnhem wenst u een voorspoedig 2019 toe, dat we onze stad met elkaar nog mooier mogen maken. Uw politici hebben de volgende boodschap voor u voor het nieuwe jaar. Meneer Marcouch, vanavond eigenlijk maar één vraag voor u. Welke boodschap heeft u voor de Arnhemmers voor het nieuwe jaar? Ik wens alle Arnhemmers een gelukkig nieuw jaar met veel voorspoed en gezondheid. En opdat we elkaar ook blijven vasthouden, verbonden met elkaar en naar elkaar blijven omkijken. Ik hoop dat iedereen natuurlijk een heel gelukkig en gezond 2019 heeft. En ik hoop dat we ook onze mooie stad nog mooier kunnen gaan maken. We hebben de afgelopen maanden al heel mooie stappen gezet. En we hopen dat we in 2019 Arnhem nog duurzamer, nog socialer, nog vrijer kunnen maken. En daar hebben we iedereen bij nodig en dat moeten we ook met iedereen doen. Ik wens alle Arnhemmers een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Maar ook een erg sociaal nieuwjaar. Er gaat een heleboel goed in onze stad. Maar er gaan ook dingen kunnen echt beter. Ik denk dat we heel goed voor de zorg moeten zorgen in onze stad. Dat kinderen die zorg nodig hebben dat krijgen, dat ouderen dat blijven krijgen. En dat we dan niet ons moeten laten leiden door financiën, maar vooral voor de zorg voor elkaar. Ik wil alle Arnhemmers een gelukkig nieuwjaar wensen. Fijne feestdagen. Ga goed om met elkaar. We hebben maar één stad. Zorg voor elkaar, ga respectvol om met elkaar. En wees trots op deze prachtige stad. En geniet ook in 2019 van alles. En dan komt alles vanzelf wel goed. Ik wens alle Arnhemmers sowieso de beste wensen. Heel voorspoedig nieuwjaar. Met veel vrijheid, goede zorg. Ik hoop dat er zelfs wat lastenverlichting in zit. Als het aan ons ligt, moet dat lukken. Mm-hmm. En ik hoop dat het bestuur van de stad eindelijk tot het besef gaat komen dat Arnhem moet de-islamiseren. Ik wil in ieder geval alle Arnhemmers een heel mooi en goed 2019 toewensen. En ook, zeg maar, wij zijn er, zeg maar, voor de Arnhemmers. Wij vertegenwoordigen, zeg maar, de Arnhemmers. En dat doen wij in de Raad met heel veel passie. En iedereen is welkom in de Raad om ons dingen mee te geven en gewoon in de Raad te komen. Maar wij zullen ook als VVD heel vaak in de wijken zijn, bij bewoners overleggen, om ook daar de dingen op te komen halen. Want we zijn er uiteindelijk voor alle Arnhemmers. Ik wil allereerst natuurlijk iedereen hele fijne feestdagen en gewoon een heel goed en gelukkig nieuwjaar voor iedereen en zijn naasten en de familie. En mijn boodschap is eigenlijk dat we het vooral allemaal samen moeten gaan doen volgend jaar. Laten we een beetje op elkaar letten. Laten we het samen doen. Laten we elkaar opzoeken. En laten we verbinden en met elkaar een heel mooi 2019 maken. Ja, voordat het nieuwe jaar begint, vieren we met elkaar het feest van de geboorte van Christus. Hij kwam op het aarde voor ons allemaal. En wij zijn ook allemaal aan elkaar gegeven om elkaar tot hulp en tot steun te zijn. En ik wens dat iedere Arnhemmer daar ook werk van maakt in de komende jaren.